They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. Hallo mensen, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Mick, ik zit achter mijn computer, ik heb eten en ik ga mijn computer nu aanzetten. En we gaan kijken hoe snel die opstart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, oké. Ik ga muziek downloaden voor op de vakantie, want ik ga over anderhalf week ga ik al op vakantie. Dus we hebben in de auto over de heenweg, want het is 14 uur... ongeveer 15 uur reizen in totaal. En dan hebben we op de heenweg en de terugweg natuurlijk nog een beetje leuke muziek in de auto. Dus ik ga even muziek downloaden. Nou, zoals jullie kunnen zien zit ik in de bus. Heerlijk in de bus. Deze bus had net vertraging, 8 minuten lang. Dus ik kom sowieso te laat op mijn werk. Hallo meneer. Busleven. Ik zit nu al denk ik 5 minuten in de bus. Het is vreselijk warm. Het is echt niet normaal. Laat de bus. Jongens, het is vandaag donderdag. Ik hoef vandaag een keertje niet te werken. Ik ga muziek downloaden en dat is mijn dag van vandaag. Wow. Oh ja. Mijn scooter is gemaakt. Dus ik kan hopelijk dadelijk gelijk mijn scooter ophalen. Want ik kan op dit moment nergens heen. Maar in ieder geval, hij is gemaakt. Het kost een beetje geld. Maar ik heb hem gelukkig weer. Dus geen openbaar vervoer meer voor mij. Want zoals iedereen weet... heb ik een bepaalde reden om het openbaar vervoer te haten. Ik snap niet dat ik zo heen en weer gaat. Steeds. Oké. Ja. Ik zit nu zo in mijn kamer. Hè. Een beetje levenloos en alles. Ze zijn een beetje te editen. En ik zat na te denken. Ik wil echt gewoon heel erg graag mijn scooter hebben. Maar het kan niet. Want het is nu pas ongeveer 2:30. En mijn vader is pas om 4:00 klaar. En ik wil mijn scooter hebben. Ik mis het serieus gewoon. Zo jongens. Ik heb dus Far Cry 4... mijn computer. En dan weet ik zeker dat ik nooit meer mijn kamer uitkom. Als jullie zo denken, denken jullie echt van, oh mijn god, niks daar, gamer, bla bla bla. Ik heb serieus alleen dit spel. Maar ik vind het zo geweldig. En dan denk ik echt van, waarom heb ik dit nooit eerder gespeeld? Waarom heb ik dit niet vaak gespeeld? Want mijn computer kan het echt handelen. En het is zo mooi, zo netjes. En ja, ik ga het jullie gewoon laten zien. Ik vind het er zo mooi uitzien. Ja, dit is maar echt een heel klein beetje van... alles. En ik heb maar één hand. Oeh, wat is dat? Ik word bijna aangereden. Wat denk jij? We gaan doodschieten. Nu ga ik sowieso dood. Oké, laat me verder spelen. Doei. Het is op dit moment al over 5:00. Dus dat betekent dat ik morgen mijn scooter ga ophalen. Of met mijn moeder of met Jamie. Dat moet ik nog maar even kijken. Maar morgen heb ik gelukkig mijn... oh, zo'n lelijke scooter. Ik ben wel blij. Zo jongens... het is vrijdag. Ik heb mijn video net in de upload gezet, want ik was gisteren vergeten hem te uploaden. Eet. Ik heb dit aan. Heerlijk weer. Ik ga mijn scooter ophalen. En waarom? Om mijn scooter op te halen. En wat gebeurt er? Deel me even. Hallo, kijk. Jamie, de scooter is kapot. Ik duw. Ik duw. Kill, dat ding is zwaar. Wat denk je nou dat ik ga rennen? Denk ik bij marathon. En ik ga vallen. Oh, dit is zwaar. Hey, daar ligt die heuvel op. Wat? Ik denk dat we nog 10 minuten moeten lopen. Dat zijn we er. Ongeveer. Dus... jij moet 10 minuten lopen. Tot over 10 minuten. They see me rolling. They hating. Patrolling and trying to catch me riding dirty. Op dit moment heb ik mijn scooter weer. Die mooie bitch weer. Aardig wat geld armer. En Jamie de scooter kon niet worden gemaakt, dus we zijn nu wat aan het regelen voor Jamie de scooter. Even dat we Nederlanders zijn. Hey Jamie, waar is je scooter nou? Nee. Lekker liggen, genieten van de zon. En bruin worden, ook Sydney's.
Zoals jullie kunnen zien ben ik thuis. In mijn rotzooihuisje. Kleding. Morgen werk en zondag dan dit allemaal opruimen. En ik wil de video ook gelijk gaan afsluiten. Dus vond je dit een leuke video? Doe dan zeker even een blauw duimpje achter. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Want dan word jij op de hoogte gehouden en dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie bij de volgende video.